Zometeen zien we natuurlijk eerst hoe de boot aankomt bij de beestenmarkt. Want daar hopen we dat de brug open gaat. Dat is altijd weer spannend in Leiden. Gaat die brug open? Kan de stoomboot Pakjesboot 071 eronder doorvaren? Zodat Sinterklaas aan land kan gaan en op zijn paardje o zo snel kan stappen en in een optocht door de stad hier aan gaat komen op de Garenmarkt. Het was een beetje stormig en het stuur was natuurlijk, hadden ze allemaal onbemand gelaten. Maar we zijn er, Magic Piet heeft van ons gisteren hier naartoe getoverd. Dat zagen ze op het Sinterklaasnieuws. Dus we zijn er! Het is gelukt en wat een feest. Kijk eens om je heen. Dit is toch fantastisch, hè? Ja, hier doe je het voor. Had u het verwacht dat er zoveel kinderen zouden staan? Nou ja, na vorig jaar natuurlijk eigenlijk wel. We hebben een jaar over moeten slaan en dit is zo'n prachtig feest voor de kinderen. Dat, ja. Ik denk dat ik het wel verwacht had dat het zo druk zou zijn, maar zoveel? Ik zie dat jullie dit jaar strooien met zakjes pepernoot in plaats van... Dat is veel makkelijker. Dat is veel makkelijker. Kan je ze tenminste zo van het net weggooien. En als ze op de grond vallen, kunnen ze toch nog veilig oprapen? Ja, precies. Ja. Super. Mis je niet een beetje het oude sentiment van zo'n hand met zo'n strooisel? Ja, ik stopte ze altijd in de mensen in hun capuchon. Maar dat kan met zakjes nog steeds. Hallo. Hallo. Zijn we live? Echt? Zijn we echt live? Hallo Leiden. Hallo. Ik denk dat het hier allemaal wat checkproof is, denk ik in Leiden. Dat denk ik wel. Maar dat kunnen we allemaal zien, hè? Hey. Hoe gaat het? Een nieuwe Piet. Ja, stage. Ja. Stage, Pietje. Stage. Ja, mooi hoor. Nou, je bent geslaagd. Ja. Piet probeert al kleine Pietjes te recruteren voor de komende jaren. Ja, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen natuurlijk, hè? Ga je liedje zingen? Ja. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas uit Spanje weer aan. Sinterklaas is echt een feest voor jong en oud. Dat kun je wel zien. Iedereen geniet ervan op zijn eigen of haar eigen manier. Happy Sinterklaas. Hoi. Ja, we zijn bijna op het Garenmarktplein en daar wordt de Sint groots onthaald. Hey Sinterklaas. Kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen, wij hebben speculaas. Hey Sinterklaas, kom naar een feestje. Ik kom 2,5 uur vanuit de Achterhoek gereden, dus... En dan krijg je dit? Dan krijg je dit. De gebruikers van deze parkeergarage konden maandagmiddag geen kant op. Kunnen jullie iets met die slagboom? Ik ben bang van niet. Nee, dat is jammer. Een stroomstoring in het centrum van Leiden zorgde ervoor dat ruim 2000 huishoudens en winkels zonder elektriciteit zaten. Nou, dan gebeurt eigenlijk niet zo heel veel buiten het feit dat we iedereen de winkel uit moeten krijgen, zeg maar. Dus alles valt stil, dus je kan natuurlijk niet meer afrekenen en dat soort dingen. Dus iedereen moet gewoon weg eigenlijk. Mensen zijn niet massaal de winkel uitgerend zonder te betalen? Nee, we hebben genoeg personeel lopen die uitlegt wat er aan de hand is en wat er vervolgens moet gebeuren. Dus dat is fijn in ieder geval. Lekker rustig zo, hè? Ja, ik heb eventjes kan ik niks doen. Nou ja, in die zin, ik zou iemand die contant heeft, die kan ik nog helpen, maar daarna houdt het op. Wie heeft dan nog contant? Ja, toch zijn er nog wel mensen die dit hebben, maar ik wacht het af. Ik heb gehoord dat het kwart voor vier duurt of zo. Dus. Ja, drie keer niks. Alles ligt eruit. We hebben nu ongeveer een half uur dat we in feite dicht zijn. De deur staat wel open, maar ja, we spreken gewoon de mensen aan van ja, jongens, contant lukt nog wel, maar pinnen is out of the question. En hoe is het met de producten? Dat gaat goed, want we hebben gewoon goede koelingen en die houden het ongeveer een halve dag vol. Maar ja, het moet ook niet langer dan een halve dag gaan duren, want dan hebben we wel een probleem. Na ruim een uur was de storing verholpen.
De Lammenschans driehoek in Leiden is een brugrijker, een bijzonder exemplaar, want het is een tweedehandse voor fietsers en voetgangers. De brug is maandag op zijn plek aan het einde van de Kappa-kade gehesen. Komend voorjaar dan wordt hij officieel in gebruik genomen. Wat doen we hier op deze koude ochtend? Ja, op deze maandagochtend staan wij hier om een brug in ontvangst te nemen uit Veenendaal. En die brug die komt uit 2006 en die gaan we hier hergebruiken. Waarom is dat nodig op deze plek? Nou, de brug gaat het Kanaalpark verbinden met de Leidse Schans. En zo kunnen mensen fietsen en wandelen en komt er echt een mooie doorlooproute. De brug die hier komt, dat is een bijzonder exemplaar, hè? Ja, dat is er eentje die al ergens anders heeft gelegen, namelijk in Veenendaal. En die hebben we van de Bruggenbank afgehaald. En nu krijgt hij hier een tweede leven hier in het Kanaalpark aan de Kapperkade. Nou, denk ik niet dat veel mensen ervan hebben gehoord dat er een Bruggenbank bestaat. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik eerst ook niet. Maar dat is dus wel voor tweedehands materialen en ook zoiets als bruggen. Dan moet je echt kijken, past die? Is die lang genoeg? Is de hellinghoek goed? En in dit geval was dat zo. Dus toen hebben we gekozen om voor 1 euro de brug over te nemen. En we gaan hem hier inhijsen en weer passend maken. Dus jullie hebben met z'n tweeën, met wethouder Spijker erbij, een middagje zitten swipen op deze bruggentinder. Ja, ja, met z'n tweeën. Oh, die, nee, die, ja, die. En deze is het geworden. En natuurlijk het mooie is dat je dus niet weer opnieuw allerlei materialen hoeft te gebruiken. En dat je daardoor CO2 bespaart. En dus een gezondere, duurzame stad overhoudt. Ja, want dat is steeds meer een issue, hè? Circulair bouwen. Circulair bouwen, ja, weet je, er zijn gewoon allerlei materialen die je heel goed weer opnieuw kan gebruiken. Het is natuurlijk doodzonde als je deze brug zou verpulveren en als ondergrond voor een weg zou gebruiken. En nu kan die gewoon in zijn geheel gebruikt worden. Dat is dit jaar voor het 5e seizoen dat we er last van hebben. Dus we hebben al 5 seizoenen lang dat we niet kunnen voetballen op ons hoofdveld en op ons Wetraveld. Het bestuur van voetbalvereniging Rodenburg zit met de handen in het haar. Al jaren zorgen Engerlingen ervoor dat de natuurgrasvelden van de club in de winter onbespeelbaar zijn. Engerlingen zijn larven van kevers en die worden opgegeten door de kraaien. En de kraaien trekken daardoor het gras kapot, waardoor we gaten in het veld krijgen, waardoor we niet kunnen voetballen. Het was voor voorzitter Leon Kloos niet direct duidelijk dat de kleine beestjes de problemen op het veld veroorzaken. In het begin waren we natuurlijk in het ongewis van wat het was. Want we dachten, hoe komen die gaten vandaan? Zijn er toch stiekem scholen of iets op dit veld aanwezig? Maar ja, na een korte studie bleek toch dat er engelingen waren. En meerdere verenigingen hebben er last van. Ook Warmoenda had er last van gehad, volgens mij. En bij Boshuis hebben ze ook wel eens last gehad. Dus dan kom je samen tot de conclusie dat het engelingen zijn. Alleen bij het ene veld heeft er meer last van dan het andere veld. En wij hebben dus dusdanig last van dat we er niet eens op kunnen voetballen. Er wordt van alles geprobeerd om de larven te bestrijden. De gemeente is continu bezig om het te walsen en op het aan te stampen. En ook zijn ze bezig met biologische bestrijdingsmiddelen. Dus ze hebben aaltjes die ze in het veld sproeien. En op die manier zou het af moeten nemen. Maar het lukt dus nog niet om ze helemaal eruit te krijgen. Waardoor we wel last blijven houden van gaten. Waardoor we dus op zaterdagen niet altijd op ons hoofdveld en op ons Wetraveld kunnen voetballen. En wat moet er dan wel gebeuren? Eigenlijk hoop ik dat er een kunstgrasveld komt, want in het kunstgrasveld heb je er echt zeker weten geen last van. En alle andere middelen of beloftes die we doen is geen garantie dat het weg is. Dus we kunnen een Wetraveld van maken, maar de harde garantie die wij kunnen krijgen is een kunstgrasveld, want dan weten we zeker dat we vanaf zijn. Dus het hoofdveld naar kunstgras. Begin december bespreekt het verenigingsbestuur de situatie opnieuw met de gemeente. Gisteren samen met de andere voorzitters veiligheidsregio hebben we veel contact gehad. Gisteren ochtend zelf de vraag gesteld, moeten we er niet nog eventjes wat mee doen? Want wat is eigenlijk de huidige situatie? En uiteindelijk hebben we met elkaar besloten om een soort brandbrief naar het kabinet te sturen. Ja, samen met de andere signalen die er zijn afgegeven, heeft dat geleid tot het verbod. Ik denk dat het heel verstandig is als je ziet hoe groot de druk op de zorg inmiddels weer is. Dit kunnen we er beter niet bij hebben. Ja, want het leek er heel lang op dat het kabinet dit besluit niet ging nemen, hè? Ja, het leek er inderdaad lang op. En laten we wel wezen, het leek er ook heel lang op dat de druk op de zorg minder groot zou zijn als je nu was. Dus het past allemaal wel bij elkaar. Heeft dit nog extra gevolgen voor Leiden? Want u was natuurlijk alweer bezig met het bestaande vuurwerkverbod weer wat uit te breiden. Ja, dat is dan eigenlijk zinledig geworden omdat er een algemeen vuurwerkverbod is gekomen.
We moeten even goed nadenken hoe we het dit jaar allemaal gaan organiseren. Dit betekent wel dat we een aantal dingen anders moeten gaan doen dan we van plan waren. Maar dit is wel prettig voor iedereen. Dit is ook het meest duidelijke. Al die verschillende verboden lokaal maakt het ook voor burgers minder helder. Dus ik ben altijd wel blij met een heldere landelijke lijn. En voor komend jaar hebben we die weer. Hoe is het met de handhaving? Want ik sta maar bij dat u laatst zei tegen de gemeenteraad, als je ziet hoeveel vuurwerk er vorig jaar werd afgestoken, ondanks dat landelijke verbod, dan weten toch wel heel veel mensen blijkbaar de weg te vinden om toch aan vuurwerk te komen. Ja, dat klopt. Dat zien wij natuurlijk ook. Maar tegelijkertijd zagen we afgelopen jaar, en dat was het hoofdmotief, dat er nauwelijks mensen in de ziekenhuizen terechtkwamen. En dat is anders dan normaal. Dus dat hebben we in ieder geval bereikt. En dat was ook het doel. Dus dat is ook datgene wat nu voorop staat, niet het andere. Het tegengaan van het gebruik van vuurwerk, dat is wel een lange termijn doel. Dat heeft de gemeenteraad ook uitgesproken. Daar streven we ook naar. Maar voor komend jaar ligt de focus weer op het tegengaan van slachtoffers. En dat is ook datgene wat we nu, denk ik, hiermee ook goed kunnen bereiken.